3 maart staan we in Oostende. Samen met de Romeo's en Rob de Nijs maken wij deel uit van een avond vol hits. Het heet ook het Hit Festival. En daar hebben we heel veel zin in. We hebben nooit samengewerkt met de Romeo's. Met Rob de Nijs hebben we wel bij het bekende festival Vrienden van Amstel een keer een duet mogen zingen. Maar nee, de Romeo's, we weten van hun status hier. We weten hoe verschrikkelijk populair ze zijn en hoe goed ze doen. Dus ik kijk er heel erg naar uit om met die gasten te werken. Het hele concept staat me heel erg aan. Want het is voor ieder wat wils. We mogen allemaal een uur spelen. Het concept kennen we niet echt in Nederland in die vorm. Dus we vinden het leuk om in zo'n vorm te stappen een keertje. Krahoi is iets waarvan ik nog steeds aan het nagenieten ben. Nou, het is allereerst prachtig om te zien dat na 10 jaar nog steeds zoveel mensen op je concerten afkomen. En om het op die manier te bekronen eigenlijk die afgelopen 10 jaar en zo mooi af te sluiten. Dat is iets dat mag je gewoon heel dankbaar voor zijn als artiest. Oh, we komen ontzettend graag naar Vlaanderen. 7 jaar geleden hadden wij een exclusieve single inderdaad in Vlaanderen, genaamd Door Jou. In totaal zijn we al wel ruim 10 jaar ook hier actief. Te weinig naar mijn smaak, want we komen hier echt heel graag. De mensen zijn lief, warm en beleefd en hebben altijd een luisterend oor. En het voelt heel fijn. Nederlandse band, die wordt gezocht in het programma De Band, is ja, denk ik zeker behoefte aan, altijd. Ja, Nederlandstalige muziek, het gaat een beetje met golfbeweging, die populariteit heb ik de indruk. De concurrentie uit Amerika, uit Engeland is natuurlijk moordend, zeker in deze tijd. Dus het zou prachtig zijn als er weer zo'n nieuwe act, succesvolle act opstaat die in de moerstaal zingt. Wij zijn schrijvende. Dat is eigenlijk de actuele staat. dus we zijn voornemens met een nieuw album te komen. Wanneer dat precies is, durf ik niet te zeggen. Want dan word je steeds geconfronteerd met die uitspraak. Maar we zijn schrijvend. Ik hoop wel in 2017 nog. En nu heb ik al veel te veel gezegd. Als het niet gaat, als het niet gaat, zoals het moet. Als het niet gaat, als het niet. Is iets helemaal anders dan jullie segment. Deze week was er heel veel commotie, omdat in Nederland in Pinkpop niemand minder dan Justin Bieber kwam aandraven. Ik denk dat het voor het festival heel goed is. Het is ook een goed teken dat iemand als Justin Bieber, die heeft toch een soort comeback gemaakt, die blijkbaar zo goed en gewaardeerd wordt dat hij op een prestigieus festival als Pinkpop wordt geprogrammeerd. Dus ik denk dat het zowel voor het festival als voor Justin Bieber gewoon heel goed is. Nochtans, ze konden een paar mooie artiesten krijgen. Hè? Er zijn heel veel artiesten die heel graag op Pinkpop willen staan. Ik denk dat Justin overigens geen idee heeft wat voor festival het is. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Nick, ik min me te herinneren dat Simon recent had aangekondigd dat hij vader ging worden in een Ahoy. En plots zag ik daar een verbaasd gezicht van jou, want jij kwam blijkbaar volledig uit de lucht gevallen. Ja, dat verbaasde gezicht kwam, omdat ik het nog niet wist. Dus ik werd verrast, blij verrast door het nieuws. Het was een mooi moment, absoluut. En jullie worden zelfs alle twee papa. Is dat afgesproken? Oh nee, dat is absoluut niet afgesproken. Want dan zou ik 6 jaar geleden, ongeveer, al papa moeten zijn geworden. Nee, dat is niet afgesproken, maar het is een leuk toeval. En wanneer komen die kleine spruitner bij jullie aan? Mogen we wel verklappen of jongens, meisjes worden? In mijn geval is het bekend. Er is een meisje onderweg. En ongeveer ergens eind maart zal het zijn. Eind maart, begin april. Wordt kort. En bij jou, Nick? Simon? Ik weet niet. We weten niet wat het gaat zijn. En dat houden we ook zo. En het wordt al eind juli. Ja, eind juli.